De laatste dagen van Rijnwoude zijn geteld. De gemeente wordt samengevoegd en beslaat na de fusie deze plek op de landkaart. Ik kan het nog steeds niet geloven. Nee. Veel bewoners zitten niet te wachten op de fusie, want ze weten al waartoe het leidt. De gemeentelijke heffingen, die gaan omhoog. Nou, ik heb dat nu toe nog altijd meegemaakt na herindelingen dat die zijn gestegen. Dus dat zal hier ook wel het geval zijn. De gemeentelijke heffingen worden geharmoniseerd. In Boskoop zijn de tarieven voor de onroerend zaakbelasting hoog. En door die harmonisatie gaan ze daar iets naar beneden. En dat betekent dat in Alphen, waar ze het laagste zijn, iets naar boven gaan. En bij ons ook. Er komen wijzigingen in je adres. Ja, dat is bekend. Hè? 4A met een kleine letter wordt 4A met een grote letter. Nee hoor. Die blijft gewoon in Hazeswoude dorp wonen of in Hazeswoude Rijndijk. Dat blijft gewoon hetzelfde. En je moet voortaan voor je paspoort naar Alphen aan de Rijn. Ja, dan moeten de mensen uit deze dorpen naar Alphen aan de Rijn. Maar er is geen weg terug. Ook voor de burgemeester niet. Wij worden bij wet ontslagen. En dat is helemaal niet erg, want ik ga gewoon lekker genieten van andere leuke dingen die er nog te doen zijn.